Vertrouwelijkheid is niet altijd in het belang van de patiënt. Ik zal u een voorbeeld geven. Vorige week werd er bij mij op de eerste hulp in het ziekenhuis een patiënt binnengebracht die thuis was gereanimeerd door haar huisarts en door ambulanceverpleegkundigen. In het ziekenhuis bleek echter dat zij de wens had geuit om niet gereanimeerd te willen worden. Hoe kan het zijn dat de huisarts en ambulanceverpleegkundigen hiervan niet op de hoogte waren? Dat komt omdat het ziekenhuis een elektronisch patiëntendossier heeft, de huisarts heeft een elektronisch patiëntendossier en ook de ambulancedienst heeft een eigen dossier. Die communiceren niet met elkaar. Hoe kan het zijn dat ik kan beschikken wereldwijd over mijn bankzaken, maar niet over mijn gezondheidszorggegevens? Wij hebben als professionals en als overheid de verplichting om de wens van de patiënt te respecteren. En daar moet hard aan gewerkt worden.